Hallo, het is Rolf hier en in deze video van Happy with Yoga wil ik je wat meer vertellen over de betekenis en de symboliek van de lotusbloem. Want de lotusbloem is een symbool wat je in heel erg veel Oosterse filosofieën en met name dus ook de yoga filosofie terugziet. En het heeft een hele belangrijke symbolische betekenis. Dus daar wil ik kort wat meer over aan je uitleggen. Goed, in allereerste instantie betekent de lotusbloem, die staat voor puurheid en zuiverheid. En als je gaat kijken naar de lotusbloem, de lotusbloem ligt natuurlijk altijd in het water. En wat wij eigenlijk zien is wat er boven water is. Dus de lelies en de bloem zelf, die verschillende kleuren kan hebben. Maar als je gaat kijken naar wat er allemaal onder het wateroppervlak gebeurt, kan je daar eigenlijk een hele mooie symboliek aan koppelen. Want die symboliek die vanuit de yogafilosofie en de Oosterse filosofieën, die wordt gekenmerkt doordat het zaadje van de lotusbloem zich eigenlijk in een hele donkere, natte, moerasachtige omgeving nestelt. Dus in de duisterheid diep onder het wateroppervlak. En vervolgens duurt het een tijdje voordat dat zaadje gaat groeien. Dus dat zaadje dat moet eigenlijk door die modder heen, door in het donker moet die gaan groeien. En uiteindelijk als die in staat is om te groeien, dan gaat die door het water heen, groeit die omhoog. En uiteindelijk komt die boven het wateroppervlak. En als die boven het wateroppervlak komt, dan maakt die contact met het licht, met de zon, met de lucht. En ontpopt hij zich eigenlijk tot een hele mooie, krachtige lotusbloem. Maar voordat hij dat kan doen, heeft hij dus door allerlei duisternis, modder, dat soort dingen heen, zichzelf moeten ontwikkelen en ontpoppen tot een mooie lotusbloem. En die modder en die duisternis eigenlijk, die wordt vaak gekoppeld aan ons verleden. In de zin van dat ons verleden, we hebben allemaal een bepaalde bagage dragen we met ons mee. En soms kunnen we daar ook niks aan doen. Weet je wel? Ons verleden is zoals het is. En daar kunnen we niet zoveel meer aan doen. En soms is er een mogelijkheid dat ons verleden zich ons naar beneden trekt. Of probeert te halen, terug te duwen naar oude patronen. En dat we een soort van vast gaan zitten in het verleden. Alleen de symboliek van de lotusbloem die beschrijft is eigenlijk heel erg mooi dat ondanks ons verleden, dat we alsnog kunnen groeien naar een hele mooie en krachtige lotusbloem die verbinding maakt met het licht boven het wateroppervlak. Dus het zaadje van de lotusbloem in de modder, die uiteindelijk omhoog groeit, misschien wel juist door alles wat hem tegenhoudt. Dus door de duisternis, door het moeras. Hij moet zich daar vestigen voordat hij kan ontpoppen tot een mooie lotusbloem. En dat is dus heel erg mooi als je dat projecteert op het normale dagelijks leven. Dat we allemaal onze moeilijkheden hebben meegemaakt of nog steeds hebben. Dat we allemaal een verleden met ons meedragen. Maar dat wij ondanks ons verleden, of misschien juist wel dankzij ons verleden, kunnen groeien naar de persoon die we daadwerkelijk willen zijn. Of de persoon die er diep binnen in ons schuilt. En uiteindelijk dat we juist door die dingen onszelf kunnen ontpoppen tot een mooi en krachtig, verlicht, verbonden persoon. Dat is een beetje de symboliek van de lotusbloem. Je kan daar verder op ingaan, omdat je hebt verschillende kleuren lotusbloemen. Je kan de lotusbloem in verbinding brengen met verschillende chakras. We hebben daar een blog over geschreven, dus dat ga ik niet in deze video uitleggen. Maar mocht je dat blog graag willen lezen, dan zal ik hierbij een linkje plaatsen bij deze video, zodat je dat ook even kunt lezen. Hopelijk vond je deze beschrijving, deze symboliek van de lotusbloem, mooi om te horen. En ik hoop je graag terug te zien in een volgende video. Namaste.